Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij mijn eerste update video van mijn Mega Blender training serie. Wat is er nieuw? Eevee is nieuw, maar dan ook echt totaal anders. Maar wel vet, in deze video ga ik het je laten zien. Breng je tekening tot leven in Blender. Bekijk en download alles van mijn Mega Blender training op MaakIetsMedia.nl slash Blender. Hey, ik zit nu dus in Blender versie 4.2.1 LTS en dat staat voor Long term support. Het is nu 29 oktober 2024 en volgens mij staat al versie 4.3 al bijna weer voor de deur. De Blender developers zitten dus niet stil en Blender blijft zich vernieuwen. Super tof, want daardoor heb jij toch al mooi even gratis de nieuwste ontwikkelingen en 3D tech om mee te spelen. Maar ja, dat betekent wel dat ik die Blender training zal moeten blijven updaten, want een paar bladzijden uit het grote Blender boek zijn namelijk niet meer up-to-date, namelijk die over Eevee. Want sinds versie 4.2 zit er namelijk een totaal nieuwe EV render engine in met nieuwe vette dingen. Maar de instellingen zijn ook allemaal weer anders. Maar wees gerust, de rest van Blender is in de basis aardig hetzelfde. Maar dit is zo'n grote update, die moet ik je even uitleggen in deze video. Nou, oorspronkelijk zou de nieuwe EV de nieuwe naam EV Next krijgen. En ik had verwacht dat ze de oude EV er wel in zouden laten zitten en dat je gewoon kon kiezen tussen EV of EV Next. Maar nee dus, de oude is eruit gesloopt en als je de render engine dus Eevee kiest, dan krijg je dus de nieuwe Eevee. Next, in de oude Eevee zaten vinkjes voor Bloom en Ambient Occlusion. en Die zitten in de nieuwe Eevee niet meer in. Is Bloom, dat is die gloed weet je wel, en Ambient Occlusion, dat is een beetje donkerder wordt en zo, dan weg? Nee, die zitten allemaal op een andere plek. Maar goed, in deze video ga ik je stap voor stap meenemen in de belangrijkste settings voor de nieuwe Eevee dus. En uh, Zoals altijd. Uh, deze stappen vind je terug in mijn blendenboek. Ga ik zo spoedig mogelijk updaten. En download hem als PDF via de site of bol.com op papier. En deze scène heb ik maar eens gemaakt om die EV Next, de nieuwe EV maar eens even te testen. Uh, deze astronaut heeft het schip van Aliens uh, gejat. <laughs> heeft een afstandsbediening in zijn hand. En daarmee bestuurt hij deze. Komeet en zorg dat hij in de put valt, schiet, vliegt en niet overal ernaast. Hoewel het er al een paar keer mis is gegaan, want overal zitten butsen en zo. <laughs> nou, even kijken, ik neem je er snel even doorheen. Um, eerst maar eens even materialen. De vloer hier bestaat uit een soort van metalen tegeltjesachtig, lekker grunge. Ziet er heel erg vet uit. Dat heb ik niet zelf gemaakt, maar van Poly Haven. En in andere video's heb ik ook wel laten zien hoe je hier met realistische materialen een beetje kan werken. Um, de rest van de materialen zijn gewoon heel erg easy peasy. Gewoon een kleurtje en een beetje de roughness aangepast en zo. Die komeet heeft natuurlijk vuur aan de achterkant. Dus als ik hier naar het uh, tabblad voor uh, materialen ga. Zie ik dat hij drie slots heeft. Oranje, vuur, zwart en geel vuur. En deze hebben dus een emissiewaarde. Zodat ze dus het daadwerkelijk, daadwerkelijk licht uitzenden. In oranje en een beetje geel om een beetje variatie te krijgen. Maar goed, het ik denk nou, het ziet er al wel leuk uit, maar geloof me, als we een paar dingetjes in dat Eevee Render Engine ding gaan aanzetten, dan gaat het er nog veel vetter uitzien. Daarnaast heb ik hier twee area lampen. Uh, deze voor geel licht en deze voor blauw licht. Zo een beetje de achter als backdrop. Hier natuurlijk de camera die de boel in beeld brengt. Dat weet je allemaal wel. En trouwens, de rest van de wereld heb ik hier in de viewport uh, transparant weergegeven, maar er zit ook nog een HDRI in. Dus als ik naar de wereldtab ga. In de properties panel zie ik hier dat, je, uh, dat ik hier een HDRI heb uh, toegevoegd die je een beetje kan draaien. En strength en zo. En er dus zit een HDRI in. En oh ja, waarom is het dan transparant? bovenste knopje is de tabblad van de render. En hieronder film. Kan je dus transparant aanzetten? Die heb ik nu dus uitgezet. Niet transparant. Het is ook een nachtelijke hemel. Vond ik wel toepasselijk. Dat is dus de HDRI die ik gebruik, maar die ik eventjes niet wil laten zien in de viewport. Uh, nou ja, dat dus. Maar voordat wij allemaal naar die render settings gaan kijken, ook eventjes kijken naar een tablaatje eronder, namelijk de output settings. Hier vind je format. En hier vind je dus de resolutie. En op dit moment staat die in mijn geval op 4K. Hè, dat heb ik vat. is gewoon mooi, maar je kan ook gedeeld door 2 doen. En de i als ook gedeeld door 2. En dan heb ik hier dus gewoon HD-formaten. Als een percentage, eigenlijk zeg maar, percentage van hoeveel uh, resolutie je wil. Nou, nee, kwaliteit aan je render wil meegeven. Zo kan je het ook zeggen. De helft of helemaal. Ik zou het natuurlijk op helemaal zetten. En natuurlijk heel belangrijk. Je frames per seconde. En in Europa zijn we heel erg gewend aan 25 frames. Per seconde, maar ik hoop eigenlijk dat je hier al goed over na hebt gedacht voordat je jouw animatie gaat maken. Want met name het aantal frame per seconde achteraf aanpassen, dan gaan dingen dus heel erg langzaam of heel snel, dus dat is niet zo heel erg handig. En heb je ook nog frame range van hoe lang is je animatie eigenlijk? Standaard begint hij dus bij 1 en hierbij eind. Kun je dus ook zeggen welk eind dat is, maar dat kun je dus ook gewoon hier instellen. Bijvoorbeeld 1000 uh, of zo. En dan gaat hij dus 1000 frames renderen. Dan moet je dus even goed over nadenken dat hij niet opeens heel lang doorgaat of opeens stopt op een plek waar je niet wil dat hij stopt. En dan heb je hier nog output van hé, hey, waar moet de render heen? En dan vind je hier een mapje en dan krijg je hier de Blender File View eigenlijk fijn. En dan kun je hier gewoon net als dus in Windows Verkenner, de juiste map opzoeken. En de juiste plek, dan geef je hier een goede naam en dan druk je hier op Accept. En dan is dat de plek waar jouw render terecht gaat komen. Bijvoorbeeld uh, Epic Meteor Scale. Weet ik veel. En druk op Accept. En dan heb ik hier dus dat ingevuld. Dan moet je ook even goed kiezen van welke file format je hem wil hebben. Want hey, nu staat hij in PNG. Dat betekent dus, stel je voor je hebt een uh, video van 100 frames. En dan gaat hij dus 100 plaatjes renderen en die komen dus allemaal in die map terecht. En dan dus zie je denken: "Ja, leuk, maar ik wil een video. Ik wil geen 100 plaatjes." Nou, die 100 plaatjes kun je omzetten naar een image sequence. En dat vind ik allemaal terug in de Blender training en in mijn boek over hoe je dat doet. Maar als je dat geen zin hebt, dan kun je hem ook wel degelijk naar ffmpeg video doen en dan maakt hij er dus direct een video van. Maar als je computer in slaapstand gaat of crasht of weet ik veel wat, dan heb je kans dat die video file um, kapot is en dan kun je dus weer helemaal overnieuw beginnen. Maar als je dit als een image sequence gaat renderen, als PNG bijvoorbeeld, dan heb je dat probleem niet, want dan kun je gewoon weer verder waar je gebleven was. Um, color management kom ik straks nog eventjes op terug. Nou, en als je deze settings allemaal goed hebt, dan gaan we eens eventjes kijken naar de Render tab. En kijken naar welke settings er allemaal in de nieuwe Eevee zitten. Yeah. Nou, dit is dus de nieuwe Eevee. En om maar eens eventjes bij het begin te beginnen. Sampling. Sampling, dames en heren, heb je voor de viewport en voor de render. Meestal zeg je die voor de viewport lager en die voor de render, uiteindelijk een render hoger. Want dan betekent dat je viewport een beetje... Uh, <laughs> Blijft bewegen zo in plaats van heel erg gaat stotteren en dan voor de render, uiteindelijk in render, ga je de samples op hoger zetten. Dus ja, uh, 32 voor viewport is misschien oké okay en 64 voor render is ook meer dan genoeg. Veel hoger zou ik niet gaan, want dan duurt het wel erg lang of dan kan zelfs je computer vastlopen en blenden crashen. Alright. En de volgende is die van de schaduw. Zet de schaduw aan. Moet je kijken. Super vet. Nu, als ik de vinkje voor schaduw aanzet. Dus uh, hier bij schaduw. Dan zie je dus ook dat deze astronaut hier een schaduw werpt. En ook deze UVO-alienschip. Uh, ook hier zo krijg je dan schaduws, Dus zet ook deken schaduw aan. Dan heb je raise and step. En ja, hoe hoger deze getallen zetten, hoe realistischer het wordt. Maar hoe, uh, ja. Meer rekenkracht het kost. Dus uh, 4 en 4 is goed. En heh, als je jezelf een beetje avontuurlijk voelt vandaag, zet het hoger. Maar pas daar een beetje mee op. Zet in ieder geval het vinkje aan voor schaduw. Het wordt allemaal wat donkerder, maar het klopt met het licht. En dat is het mooie van zo'n licht hier op de achtergrond. Oh, um, ik moet even de camera een klein beetje verplaatsen. Dat die hoek net een beetje zo. Oké, okay. zie je? Het licht schijnt zo hier van achter. En dan op de astronaut en dat werpt dan hier een schaduw. En je krijgt hier blauw zeg maar, tegenover het warmere, gelere licht. Aan deze kant van de komeet En hier blauwe koelen. En dan krijg je een mooi kleurencontrast. En dat maakt interessant om naar te kijken. Maar goed, schaduwen dus zet ze hier aan. Voor de volgende moet eventjes uit die rende-tap, maar eventjes wat aanzetten bij de wereld-tap. En als ik hier bij het wereldtabblad ga, ga ik hier naar settings en dan vind ik hier sun. En onder sun vind je hier het vinkje van schaduw. Er is zeg maar, en vergeef me als ik het verkeerd vertel, want het is best een ingewikkeld technisch verhaal, een soort van nep zon zeg maar. En die zon die gaat op een bepaald moment schijnen onder een bepaalde hoek en die geeft dus ook schaduwen. En die schaduw zie je dus ook terug hier in je render. Kijk maar, zie je? Nu is het echt maar super licht. Maar nu zijn er dus ook dingen die schaduw maken. En daardoor krijg je dus wat realistischer licht. Als je hier dus die schaduw aanzet in de wereldtap. Je kan spelen met de threshold en met de angle. Uh, maar hey, gaan we niet vragen hoe het precies zit, want dan... Uh, <laughs> Moet ik nog veel meer research doen dan wat ik al heb gedaan om het allemaal echt te begrijpen? Echt waar render instellingen in blender is echt het meest ingewikkelde wat je kan bedenken. Maar weet in ieder geval dat je hier het vinkje van schaduw aan moet zetten voor realistische schaduwen. En dan nu, dames en heren, terug even naar die render tab. Want dat vinden we hier. De, het vinkje der vinkjes namens ray tracing. Tadaa! Moet je kijken wat een verschil. Ray tracing, weet je nog wat het is? Deze komeet. Die zendt allemaal uh, licht uit in alle richtingen in deze scène. En die valt dus ook hier op de ondergrond. En dus zie je met ray tracing dat dat licht hier ook op wordt weer kaatst. En dat weer kaatst. Terug naar de astronautenpak en zo allemaal kant op. Eigenlijk komt erop neer dat uh, licht. Door je hele scène heen stuit het uiteindelijk naar je camera toe. En dat wordt dan gerenderd als een gekleurd pixeltje. En dat beeld bouwt dus je hele beeld op. Nou, hoe vaker dat dus stuitert, hoe beter dat dus is. De vorige EV deed dat een beetje met uh, neperitis. Maar de nieuwe EV heeft dus net als Cycles Tracing. Met dit verschil dat het wel degelijk super re uh, real-time te renderen valt hier zo in je viewport. Met Cycles wordt het dan super blokkerig. Dus het is echt uh, bizar vet. Um, ik heb even wat rendertest uh, gedaan en in uh, een plaatje gerenderd in cycles was dat in 52 seconden. En in de Eevee Next 17 seconden en ze zien er best wel hetzelfde uit. Dus dat scheelt ongelooflijk veel rekenkracht terwijl het er toch vet uitziet. Dus ray tracing, absoluut aanzetten. Maar zoals altijd, <laughs> als je hem openklapt, zijn er weer allerlei vinkjes waar je het even over moet hebben. En ja, de eerste is dat je hem op, niet op light probe moet zetten, maar zet hem op screen trace. Light, en in de vorige even, waren soort van probes die een soort van licht uit. Nou, daar ga ik er niets over hebben. Screen trace, die moet je hebben. En heb je je resolutie? Nou, je zou zeggen: hoe hoger, hoe beter. Dat is niet waar. Hoe lager, hoe beter. Hoe 1 op 1 betekent eigenlijk de beste resolutie. Uh, Trek je blender het niet, dan kan je hem op 2 zetten of 4 of 8. Maar ga altijd, als het even kan, voor die 1 op 1. Dan heb je hier de max roughness. En dat, dames en heren. Is eigenlijk die ambient occlusion die in de vorige Eevee zat. Wat is ambient occlusion? Als je twee objecten hebt, bijvoorbeeld een ondergrond en een doos erbovenop. Dat betekent dat die onderkant van die doos wat donkerder wordt gerenderd. En het is geen schaduw. Het, wordt het randje van die doos wordt gewoon wat donkerder. En eigenlijk als je objecten in de echte wereld wat dichter bij elkaar zet, wordt het allemaal wat donkerder. En dat kun je dus in Bender ook namaken. En dat doe je met deze slider. Dus eigenlijk op nul heb je geen ambient occlusion. En hier maximale ambient occlusion. Zoals je ook wel uh, ziet hier zo. Kan je een beetje mee spelen? Dan hebben we hier nog uh, screen tracing. Uh, precisie kan je dus ook weer op 0 zetten of uh, wat hoger. Uh, 0 is lage kwaliteit en uh, hoog is hoge kwaliteit. Dus afhankelijk van wat jouw uh, pc aan kan. Ik heb in video's die ik heb gekeken, zeiden ze houdt een beetje op 0,8, 0,9. En dan heb je thickness. Die staat normaal gesproken wat laag, maar als je die wat hoger zet, dan gaat hij dus die ray tracing uh, wat langer doorberekenen of zo. Je ziet ook zeg maar als ik hem 0 heb zeg maar dat er weinig reflectie van de meteor op de ondergrond is, maar als ik hem hoger zet, dan wordt dat dus meer en daar kun je dus ook mee spelen. En dan nog fast GI approximation. Zet hem op mode global illumination, resolutie weer 1 op 1. En hier bij race kan je bijvoorbeeld eentje hoger zetten. En dat betekent dus hoe vaak het licht overal alle kanten op stuitert. En met hoeveel stappen, zeg maar. Hoe vaker die dat doet. Nou, dit, in dit geval is dus weer hoe hoger, hoe beter. Maar hey, hoe langer Blender erover moet rekenen. En dan precisie kan je ook nog wat hoger zetten. En de rest staat uh, standaard wel oké. Okay, dan gaan we even door naar performance. En zet even het vinkje aan van high quality normals. Wat zijn normals? Dat zijn alle vlakken die jouw modellen hebben. Die moeten eigenlijk naar buiten wijzen. Die wijzen onder een bepaalde hoek een bepaalde richting op. En met high quality kan die dat goed berekenen. Ik zie eigenlijk niet zoveel verschil. Maar hey, uh, zet gewoon aan. En dan hebben we nog eventjes hieronder Color Management. En dat is heel belangrijk. Die staat nu op View Transform op uh, Filmic. En die moet je eventjes veranderen naar AGX. Nou, Color Management, dames en heren, is ook iets super ingewikkeld technisch. Want het komt er eigenlijk op neer dat jouw render moet worden weergegeven op een monitor. En daar zitten allerlei stappen tussen om dat goed te kunnen berekenen. De kleuren en de helderheid en zo. En. Nou, de verschillende rekenmodellen eigenlijk, algoritmes. En de laatste was, uh, hiervoor was Filmic, maar nu heb je weer AGX. En die is eigenlijk veel beter in het uh, vooral renderen van hele felle dingen. Zoals bijvoorbeeld een meteor. En wat je ook kan doen hier bij Look, dan kan je hem op zeggen op Non, maar je kan hem ook op puntje zetten en dan zie je wat er gebeurt. Maar zet hem vooral eventjes uh, op Medium High Contrast, dan heb je dus wat meer contrast tussen uh, de verschillende. De lichte en donkere delen van jouw render. En AGX is daar gewoon beter in om dat beter te kunnen renderen. Nou, je ziet wel dat het wel een beetje donkerder wordt. Dus ik ga nu even naar de wereldtab. En hier is mijn HDRI. En hier is mijn strengths. Dus de sterkte van dit 360-graden uh, wereldplaatje wat er omheen zit. En die kan ik dus heel erg. <laughs> dit is een soort nucleaire ramp, zeg maar. <lacht> 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 en die kan ik dus een beetje subtieler. Zorgen dat het geheel een beetje oplicht. En op die manier wordt het gewoon wat minder donkerder. Oké, okay, en nu hoor ik je vragen. Goed, waar is die bloem? Want die meteoor is leuk en aardig. Maar ik wil dat die gloed geeft. Want dat is gewoon zo super vet. En ook hier, dit de, de, de afstandsbediening-ding, zeg maar, heeft ook een. Knopje die licht geeft, die licht uitzendt. Kijk, hier heb ik deze. En dan ga ik even bij de materialen. Het is gewoon zwart. En dit knopje geeft ook uh, licht. Dus uh, ja, bloem. Waar is bloem? Waar is bloem gebleven? Is bloem weg? Nee, bloem is er nog. Maar het zit wel op een heel andere plek. En dit ga ik je nu laten zien. Je zou verwachten dat bloem dan ergens anders hier ergens zit. Nou, helemaal niet. Het zit echt. Totaal andere plek in Blender, namelijk in de compositor. Wat? Hé, hey, valkenier, dat heb je me nog nooit verteld. Wat is de compositor dan? Nou, oké, okay, ja, ik weet het. De compositor heb ik nog nooit laten zien in deze training, maar nu moet ik wel. Want dat is de plek waar je bloem gaat vinden. Je ziet me al de tijdlijn omhoog trekken, want we gaan deze tijdlijn niet gebruiken, maar veranderen naar de compositor. Weet je wel, elk schermpje in Blender heeft een knopje zitten. En dat knopje kun je zeggen: hé, hey, dit is de. Properties panel, dit is de outliner, dit is de viewport en dit nog viewport en dit is de tijdlijn. Nou, hier vind je dus het knopje en als ik hier op klik, dan zie je dus alle mogelijke schermpjes die je in Blender kan openen. En hier vind je de compositor. Tadaa, wat is dat? Nou, compositing wil eigenlijk zeggen, bam, Blender heeft een plaatje gerenderd. En dan kun je ook tegen Blender zeggen, tof dat je dat plaatje gemaakt hebt, maar wil je dit en dat en dat en dat er ook nog aan doen? Dus je maakt hem eerst een render, gewoon plaatjes. En daarna vraag je, zeg je tegen Blender, maar wil je nog dit en dat en dat mee doen? En dat noem je dus compositing. Nou, je kan ook het in Blender renderen en dan in een ander softwareprogramma openen en daar nog allerlei dingen gaan doen. Maar het kan dus ook gelijk in Blender en dat gaan we nu doen met die bloem. Maar hoe werkt dat nou? Je moet dus wel eerst een render hebben en daarvoor moet je dus eerst eventjes één... Maakt niet uit welke. Stel je voor je hebt een animatie van uh, 250 frames. Dan moet je ergens gewoon een frame pakken. En dan klik je hier bij render. En dan klik je hier op een render image. En dan gaat hij dus dat plaatje renderen. En het plaatje is klaar. Ik heb trouwens gerenderd in 4K resolutie. <laughs> oh maar dat kan nou kun je deze Het uh, is gewoon een los schermpje bij, bij blenders die kan je gewoon even afsluiten en in de compositor moet je dus even klikken op use notes ik wil notes gebruiken nou wat zijn notes notes zijn eigenlijk blokjes die je met hulp van lijntjes op een slimme manier aan elkaar koppelt nou deze notes heb je nodig nou geen noot hahaha ha. als ze er nog niet in staan die kan ergens gewoon klikken doe je shift a en dan kan je een note zoeken of hier eentje uit het menuutje halen. Nou, wat je nodig hebt is dus een output composite. En dat is deze output composite. En welke je ook nodig hebt is een, uh, ik ga hem even gewoon zoeken, is een search. En dan moet je typen voor viewer, en viewer note. Nou, nee, nu heb ik er twee. Een viewer node. En dit is een render layer. Shift A, search render layer node. Nou, dan heb je de drie. Die gaan we even aan elkaar koppelen. Want wat is nou ook een render layer? We hebben net het plaatje gerenderd. En dit is dat plaatje. Dus eigenlijk mijn gerenderd plaatje gooi ik nu in een compossen. En dan ga ik iets mee doen. Dus die stuur ik bijvoorbeeld naar mijn output. Nou, en hier tussenin. Er gebeurt helemaal niks hij gaat gewoon dit plaatje gooit hij in de output dus als ik nu opnieuw zou renderen zou ik precies hetzelfde plaatje krijgen want hier gebeurt niks tussen nou ik wil eventjes nou als je het hebt over er gebeurt niks maar wat ik wil wel goed kunnen zien wat er gebeurt dus dit plaatje kan ik ook naar een viewer node sturen deze viewer node en ik klik hier op backdrop en dat betekent dat ik dus in deze compositor gelijk het resultaat van die node hier ga, kan uh, zien ik kan ze een beetje uit Weghalen enzovoort. Nou, als je even snel toetsen als ik op V druk, dan kan ik dus de uh, die backdrop in en uitzoomen. En Alt V kan ik deze weer uh, inzoomen en zo. Maar het kan ook hier bij options bij view, bedoel ik. Kan je deze backdrop zo ook aan en uitzetten? En hier kan je ook makkelijk. Uh, in en uitzoomen en zo. En ik zag hem hier staan bij options. Heb je hier boven uh, device, CPU. En als je een beetje goede GPU hebt, grafische kaart van Nvidia of zo, zet hem dan even op GPU. Want dan, die, laat die, dan gaat die composter wat sneller en beter zijn werk doen. Nou, wat verwerkt dan? Uh, schiet dan eens op met die bloem dan. Wat gaan we dan tussen gooien? Nou, we gaan er een glare node tussen gooien. Doe ik even shift A, search en doe ik hier glare en dan vind ik hier glare en dan heb ik hier dus die glare node. Nou, deze glare node moet natuurlijk uh, hier ergens tussen, maar ja, waar ergens tussen dan? Want bij de viewer of bij de composite? Nou, allebei. Let op. Shift ingedrukt houden en dan rechtermuisknop, trek hier een lijntje en dan hop. En dan krijg ik hier een soort van uh, een nieuw routing, uh, routing punt, zeg maar. Die naar, en naar de viewer en naar de composite uh, splitst. En als ik dan die glare note ervoor tussen zet. Dan gaat het dus het resultaat van die glare note naar de viewer. Zodat ik het uh, goed kan zien. En naar de composite. Zodat hij het ook goed rendert. Nou, glare. Hey. Dat is leuk, die glare. Maar ik ben op zoek naar bloem. Nou, waar vind je die bloem dan? Die bloem die vind je hier. Je hebt die streaks. Dat doet een soort van sterretjes eromheen. Maar je hebt hier ook bloem. Tadaa. En dan heb je opeens wel heel erg veel 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 bloem. En het komt omdat die threshold nog heel erg uh, laag staat. En als ik die threshold omhoog gooi en uiteindelijk omhoog genoeg, dan nou, nou, wat doe je dan met threshold? Met threshold wil eigenlijk zeggen bij hoeveel lichtsterkte moet hij dus die bloem gaan toepassen. En er was in de oude Eevee hetzelfde, maar dan niet hier dus in een composteer maar gewoon in al die settings van de render en zo. Nou goed, hier heb je dus uh, glare. Oh, ik zal deze even een beetje aan de kant doen, zo. En dan heb je hier uh, de size van hoe groot moet die uh, glare, in dit geval dus die bloem zijn. En dan kun je daar dus een beetje mee spelen. Maar naast die bloem vind je hier ook fork glow. En fork glow vind ik eigenlijk gewoon nog wat mooier dan de bloem. Dus geeft hij wat meer subtieler, realistischer. Het zit er wat, zeg maar, dichter opgepakt. Dan moet je kijken, als ik de threshold een beetje naar beneden doe, dan heb ik dus meer fork glow. En dan kan ik de size ook nog aan naar beneden doen en dan de threshold nog wat verder naar beneden. Uh, nee, de size is toch iets groter, dan zien we het niet. Nou, op die manier kun je dus een beetje spelen. En uh, hier is dus die bloem met uh, threshold en size. Maar eigenlijk vind ik die fog Glow nog mooier dan de bloem. Hier trouwens heb je ook nog mix. Nu staat hij op 0. En als ik hem op min 1 zet, zeg maar, dan zie je dus alleen maar het plaatje zoals het eigenlijk was in de render. Nou, uh, als je gerenderd hebt. Ik kan hem ook op uh, 1 zetten. En dan zie ik dus alleen maar de de fok eh, of de bloem, afhankelijk van welke je kiest, eh, nou het resultaat van deze noot zeg maar. En als ik me op nul zet, dan krijg je dus de ultieme mix tussen het een en het ander. En dan kan je dus ook nog een beetje mee, eh, mee subtiel mee spelen. Dus je kan zeggen hoeveel glow of fok wil ik hem hebben. Maar op nul, dan laat hij dus precies die twee over elkaar heen zien. Nou, op die manier kun je daar dus eh, mee eh, spelen. Nou, heel leuk dat je die um, dat je dus dat in de achtergrond kan zien, maar sinds 4.2 kan ik ook de, het resultaat van deze compositor ook in de viewport laten zien. Echt waar. Hier vind je dus rendered view: heb je een klein pijltje naar beneden en hier vind je compositor camera of always. Nou, disabled betekent dat hij dus het resultaat van de compositor hier niet laat zien en bij camera alleen bij de camera. Dus niet hier, maar wel in de camera view, zeg maar. En als ik hem op Always zet, dan doet hij dat dus uh, bij uh, beide. Dan moet ik hem ook even hier aanzetten. Zie je? Dan nou, laat hij dus het resultaat van de compositor real-time zien in je viewport. Hoe vet is dat? Nou, waar we ook nog even mee kunnen spelen trouwens, is de hoeveel licht hij uitzendt. Want ik zie niet zo heel erg veel uh, oranje. Nou, even kijken. We kunnen deze bijvoorbeeld eens even opkranken naar 1000. Nou, of 2000, en dan krijg ik dus wat meer uh, oranje gloed er ook uh, tussendoor. Nu heb ik wel heel veel licht, dus dan kan ik deze misschien eens even uh, wat lager zetten. Nou, zoiets of zo. Nou, en op die manier kun je dus een beetje spelen en een mooie gloed maken. En je ziet ook dat ook de gloed van het als bediening-ding ook zo aanwezig is. Het geeft gewoon leuk, uh, het is gewoon, gewoon mooi. Even kijken, wat nog meer kunnen we. Oh ja, nou denk je, okay, Hoe vraag je nou uiteindelijk een render? Nou, heel simpel. Je drukt gewoon op render en je doet render image. En dan zal hij eventjes heel hard gaan nadenken. Tadaa, en dan heb je dus niet alleen het gerendende plaatje, maar ook het resultaat van de compositor. Met mooie gloed van het vuur en van uh, dit lampje. <laughs> nou en op die manier kun je dus uh, bloem toevoegen aan uh, je rende en sowieso in zo'n compost uh, kun je met Shift A nog veel meer slimme dingen doen die te ver gaan uh, voor nu. Maar dan weet jij in ieder geval wel waar je die vette bloem kan uh, vinden in Eevee.